Het kabinet heeft de knoop doorgehakt. Vanaf dit weekend krijgen we hoogstwaarschijnlijk in Nederland te maken met een avondklok. Goedenavond. Ja, mantelzorgers waren erg bezorgd over de nieuwe coronamaatregelen. Maar als dit weekend de avondklok ingaat, dan mogen zij gewoon hun werk blijven doen. Als die mantelzorgers niet meer komen, dan zullen die taak moet toch verricht worden. En er ligt al natuurlijk een hele grote druk op die formele zorg. En voor veel Gelderse plaatsen is een avondklok geen nieuw fenomeen. In Culemborg bijvoorbeeld bestaat die al heel lang en wordt die de papklok genoemd. En de papklok die gaat volgens mij om 9:50 of zoiets. Ja, vanaf dit weekend is in Nederland hoogstwaarschijnlijk de avondklok van kracht. En mogen we nog maar één persoon op visite krijgen. Dat heeft premier Rutte vanmiddag bekendgemaakt. Na 8:30 s'avonds mogen we dan de deur niet meer uit. En dat duurt tot 4:30 s'ochtends. Het besluit hing al even in de lucht, maar toch komt het voor veel mensen als een onplezierige verrassing. Ja, het is wat het is. Als ze dat bedenken dat het goed is zeg maar, voor ons en dat het coronavirus daardoor onderdrukt gaat worden, dan moeten we dat doen. Ik ben erg tegen deze ongefundeerde maatregelen. Ik denk dat ze geen impact hebben, niet effectief zijn. En ik vind het erg jammer dat daarvoor een heel land op slot wordt gezet. Ik denk dat we echt aan ons doel voorbij gaan hiermee. Ja, vervelend. Voor mezelf natuurlijk, persoonlijk. Je wil gewoon naar buiten kunnen, je wil naar vrienden kunnen. Meneer Rutte heeft sowieso gelijk, dat zijn we allemaal mee eens. Dus. U heeft een hond, u mag nog wel even de straat op om de hond uit te laten. Godzijdank, dat is dan mijn vrijbrief naar toch wat meer buitenleven. Maar ja, dat geldt inderdaad alleen hen die een hond hebben dan. Ja, een avondklok dus, maar voor de mantelzorgers maakt het kabinet een uitzondering. Belangenorganisaties van mantelzorgers trokken al geruime tijd aan de bel om voor hen een uitzondering te maken. Ze moeten namelijk vaak nog laat over straat om voor kwetsbare thuiswonende familieleden te zorgen. Fit Hulp bij Mantelzorg ondersteunt 5300 mantelzorgers voor de gemeente Doesburg, Doetinchem, Aalten, Oostgelre en Winterswijk. Het is een spannende dag voor die mantelzorgers. Hendrika Wubbe van FIT krijgt vandaag dan ook de nodige telefoontjes van verontruste mantelzorgers. Nou, als de mantelzorgers 's avonds na 8:30 de straat niet meer op kunnen, dan komt die zorg in gevaar. De avondklok geldt in principe voor iedereen en overal, voor jong en oud. Met spanning kijkt Hendrika Wubbe om 2:00 vanmiddag dan ook naar de persconferentie. En dan klinkt voor de mantelzorgers het verlossende woord. Een belangrijke uitzondering maken we voor het verlenen van dringende medische of andere hulp aan mens en dier. Waaronder ook belangrijk mantelzorg. Daar zijn we heel blij mee, want het schept duidelijkheid. Anders komen er toch heel veel vragen op ons af. Dus ja, fijn dat die groep goed in beeld is. Je mag niet meer dan 1 persoon per dag bezoek ontvangen. Maar de mantelzorg valt daar niet onder. Als het nodig is, vaker dan 1 keer per dag. Of met meer mensen langs te gaan bij je bejaarde vader of moeder om mantelzorg te verlenen, dan kan dat wel. Ook voor de formele zorg is het belangrijk, want als die mantelzorgers niet meer komen, dan zullen die taak moet toch verricht worden. En er ligt al natuurlijk een hele grote druk op die formele zorg. Wassen, verkleden, in bed stoppen en inderdaad de pillen uitdelen, soms helpen met eten maken. Ja, dat gaat heel ver hoor, die mantelzorg soms. Om 2:00 vanmiddag kwam het kabinet met de nieuwe en aangescherpte maatregelen die genomen worden om het coronavirus en vooral ook de nieuwe Britse variant terug te dringen. We zetten er even een paar op een rijtje. Het kabinet wil vanaf dit weekend een avondklok van 8:30 s'avonds tot 4:30 s'ochtends. En dat betekent dat ook de supermarkten vanaf 8:30 dicht zijn. We mogen niet meer dan 1 persoon per keer op bezoek krijgen. En het maximaal aantal bezoekers bij een uitvaart wordt teruggebracht van 100 naar 50. Ja, natuurlijk zijn er ook op de nieuwe maatregelen weer de nodige uitzonderingen. En die vindt u terug op onze site op gld.nl. Ja, de avondklok gaat overdag leiden tot meer drukte en irritatie in de supermarkten. Daarvoor waarschuwt de Nijkerkse ondernemer Gerard van den Tweel. Zijn supermarkt bereidde zich gisteravond al voor op de nieuwe maatregel. Supermarkten doen nu ook een oproep aan hun klanten om verspreid over de dag boodschappen te doen. De Nijkerkse ondernemer laat weten dat er door de avondklok meerdere dingen gaan veranderen in de winkel.
overdag gaat het drukker worden, want die consument die moet toch de eerste levensbehoeften dus binnen zien te halen. Er zal meer irritatie zal er wezen. De consumenten zijn er heel veel met een kort lontje, laat ik het gewoon eerlijk zeggen. En dat gebeurt hier in dit filiaal 10, 12, 15 of 20 keer per week dat de consumenten elkaar aanspreken. Het winkelend publiek reageert verdeeld op de komst van de avondklok. Ik vind het heel vervelend. En sommige mensen die boodschappen na 8 uur doen, die werken bijvoorbeeld tot 8 uur en dan willen ze nog een boodschapje doen. Ik ben heel benieuwd wat het gaat doen met de drukte voor 8 uur. Want de mensen die nu komen, die moeten straks voor 8 uur komen. Dan zal ik overdag moeten en dan is het een stuk drukker dan nu. Normaal gesproken ontvangt de winkel tussen 8 en 10 uur 's avonds ongeveer 500 klanten. En die moeten nu dus allemaal eerder komen. De Rijksoverheid en de organisatie die hebben dus eigenlijk de mogelijkheden gegeven aan de consument om zo lang mogelijk te winkelen. En nu gaan we de boel gaan we weer inkrimpen. Wanneer die avondklok ingevoerd gaat worden, dan is het helemaal de vraag welk tijdstip gaat het worden. En dat is natuurlijk dus heel erg belangrijk. En dan de coronacijfers. In de afgelopen 24 uur zijn er 723 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Gelderland. En dat zijn er 128 meer dan gisteren. Toen werden er 595 nieuwe besmettingen geregistreerd. In heel Nederland kwamen er in het afgelopen etmaal 5615 besmettingen bij. En dat zijn er bijna 1300 meer dan gisteren. Sommige dorpen en steden in Gelderland die kennen al eeuwen een avondklok. In Doesburg bijvoorbeeld en in Putten, maar ook Terborg en Zelhem en Culemborg. In deze laatste plaats gaat de klok om 9:55 af, als waarschuwing dat de stadsmuren dichtgaan. Ook al is dat nu niet meer aan de orde. De klokken klinken nu nog steeds elke avond door de stad. Tot voor kort was het 10 minuten, maar 2 jaar geleden is dat vanwege gevoelens van de omwonenden wat korter geworden. Elke avond gaan de klokken hier nog af. De een vindt het gezellig, van de ander hoeft het niet zo nodig. En sommige inwoners hebben er geen idee van. Ja, wij wonen aan de kant van Culemborg, dus ja. Dat horen wij niet. Vanuit vroeger. Ik weet niet precies waarom. Ja, dat weet ik, ja. Dat is de papklok. En de papklok die gaat volgens mij om 9:50 of zoiets. Nou, dat is eigenlijk een herinnering aan vroeger. Hè? Toen hadden we nog stadspoorten. En die werden in de avond op enig moment gesloten. En dat is eigenlijk het symbool van we luiden de klokken, zorg dat je binnenkomt, want anders blijf je buiten staan. De avondklok kreeg de naam papklok, omdat mensen wisten dat bij thuiskomst een bord pap op hen te wachten stond. Zo konden zij met een goed gevulde buik naar bed. Misschien ook een idee voor nu, om de ellende iets te verminderen. Je slaapt goed op warme melk, dus misschien wel. De gezelligheid van de kroeg, dat is wat veel mensen missen in deze tijd. Goedemiddag, daar zijn we weer. Barkeeper Richard Stap uit Ede bedacht daarom de radiokroeg. En dat blijkt een schot in de roos. Een 33-jarige man uit Hilversum is vrijgesproken van poging tot afpersing van fruithandel De Groot in Hedel. Wel is de man schuldig aan poging tot heling. Daarvoor geeft de Arnhemse rechtbank hem 4 maanden celstraf. Sinds mei 2019 werd de eigenaar van het bedrijf bedreigd met aanslagen nadat tussen een lading fruit een partij cocaïne werd aangetroffen. En sindsdien waren er meerdere incidenten rond het bedrijf en haar medewerkers. In Kerkdriel werd een handgranaat gevonden bij een voordeur en in Hedel ging in november een woning in vlammen op door brandstichting met 2 gewonden tot gevolg. Eerder werden er al een man en een vrouw vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De zaak tegen een andere verdachte wordt op een ander moment hervat. De gemeente Arnhem doet aangifte van illegale kap van tientallen eeuwenoude eiken en lindes op de stuwwal in het park onderlangs. De schade wordt verhaald op de dader, schrijft het college. De bomen stonden deels op het terrein van een monumentale villa en deels in het park. Een investeringsmaatschappij heeft de villa aan de Utrechtseweg gekocht om appartementen te gaan bouwen. De gemeente wil het gebied nu zo snel mogelijk herstellen en gaan herplanten. De eigenaar van het terrein was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Flinke schade vannacht aan 2 woningen aan de Wilhelmina Drukkerweg in Culemborg. De schade ontstond nadat een auto in brand vloog. De brandende auto stond geparkeerd voor de woningen. De vlammen zijn vervolgens overgeslagen naar de huizen, die daardoor aan de voorzijde veel schade opliepen. De brandweer is er uiteindelijk in geslaagd het vuur te blussen.
Hoe de auto in de brand is gevlogen, dat is nog niet duidelijk. Het doortrekken van de A15 van Ressen naar Zevenaar krijgt vooralsnog geen groen licht. Er moet meer onderzoek gedaan worden naar stikstofneerslag. Dat bepaalt de Raad van State in een tussenvonnis. De Raad heeft er ruim 40 bezwaarstukken tegen het tracébesluit van de snelweg de afgelopen maanden beoordeeld. Jan Raasing van de Dorpsraad Loo bestudeert het vonnis van de Raad van State zorgvuldig. De Dorpsraad was één van de vele bezwaarmakers. Na een jarenlange juridische strijd zou er vandaag dan eindelijk duidelijkheid komen. Maar helaas. We hadden natuurlijk liever gewoon gehad een duidelijke uitspraak ja, nee. Dus dat is toch een beetje teleurstellend. Veel bezwaarschriften gingen over geluidsoverlast en de schade aan flora en fauna. Vrijwel al die bezwaren zijn ongegrond verklaard. Er moet alleen meer onderzoek gedaan worden naar stikstof. De provincie is dan ook blij met de tussenuitspraak. Ja, absoluut. Omdat er geen discussie meer met deze uitspraak gaat plaatsvinden over de nut en noodzaak van het tracé zelf. Het gaat nu alleen nog om een nadere onderbouwing van de stikstof. Toch houdt ook de dorpsraad hoop. Het geeft zeker nog kansen. En dat gaan we maar eens rustig volgen en kijken hoe het daarna verder gaat. Mark Rutte moet zich terugtrekken als lijsttrekker van de VVD. Dat zegt Christel de Waal uit het Achterhoekse Westendorp. Zij is een van de vele duizenden gedupeerden van de toeslagenaffaire kinderopvang. Hij moet zich niet meer verkiesbaar opstellen. Hij moet, net zoals Asscher moet hij gewoon ook aftreden en zich niet meer verkiesbaar opstellen. Als een van de gedupeerden in de toeslagenaffaire heeft Christel de Waal uit Westendorp gisteren het Kamerdebat op de voet gevolgd. Er was forse kritiek op de rol die Rutte heeft in de affaire en dat hij lijsttrekker blijft voor de VVD. Er is dus een kans dat hij na de verkiezingen weer op dezelfde plek terechtkomt. Geen goed idee, vindt Christel. Ik ben bang dat we dan gewoon op de oude voet weer verder gaan. Christel en haar man hadden naar eigen zeggen een goedlopend koeriersbedrijf. Toen in 2014 de Belastingdienst hen van fraude met toeslag op de kinderopvang beschuldigde. Ze moesten €150.000 terugbetalen. Terugkijkend vermoeden ze dat de omvang van het gezin, ze hebben 9 kinderen, als een probleem werd gezien. Dat er een groep met te veel kinderen, daar werd onderzoek naar gedaan en daar werd gewoon eigenlijk op gezegd van eruit ermee, want dat kostte veel geld. Het koeriersbedrijf moest worden verkocht en het gezin heeft de afgelopen jaren onder het minimum geleefd. Nu erkend wordt dat duizenden mensen de dupe zijn geworden en er herstel in het verschiet ligt, is er opluchting. Maar de strijd is nog niet voorbij. Als onderdeel van het ouderpanel kinderopvangtoeslag vertegenwoordigt Christel Gelderland bij het afhandelen van de zaak. En ook in de gemeente Oude IJsselstreek wil ze gedupeerden helpen de juiste hulp te vinden. Ik ben niet alleen in strijd voor mijzelf, maar vooral voor die andere ouders ook. Dat ze krijgen waar ze recht op hebben. Het eerste lammetje van het nieuwe jaar is geboren bij een schaapskooi op de Veluwe. De schaapsherder besloot de mannetjes, de rammen, al eerder bij de ooien te zetten. En dus is er nu al een kraamkamer ingericht voor de lammetjes. Het eerste lammetje van dit nieuwe jaar. Het eerste lammetje. En dit is Teun. Ik heb nog nooit zulke vlekkerig beest gezien. Hij heeft sokjes en hij heeft kousjes. En ik noem hem dus Teun, omdat Teun, dus de vader van Lammert, was de eerste schaapherder hier die hier was toen wij kwamen. En wat vindt hij ervan als buurvrouw? Nou, ik loop naast mijn schoenen. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het echt heel erg leuk. Vroeger? Het is heel simpel, ja. Ik heb de rammen er gewoon een dag of 10 eerder bij gedaan. Dus ja, dan krijg je vaak ook iets eerder lammeren. Het is een pandalam of even een koeienprint. Ik heb van alles al voorbij zien komen. Ja, het is een bijzonder lammetje. Toch anders dit jaar? Wel wat anders natuurlijk, ook in verband met de corona. En je merkt wel dat hier over het algemeen heel veel publiek nu is. Ja, mensen die zoeken toch een beetje afleiding of gaan even wandelen op de hei. Ja, leuk dat we even een glimp konden opvangen van het eerste lammetje. Kan dat wel? Het is ook ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Je moet niet boven elkaar gaan staan. Je kunt nog wel meer dicht gaan gooien. Maar ja, dat de mensen dan weer meer elkaar op gaan zoeken nog. Je kunt soms denk ik wel eens beter iets een beetje open houden. Een beetje vrolijkheid in deze tijd kunnen we wel gebruiken. Dat dacht kroegeigenaar Richard Stap uit Ede ook. Zijn zaak zit nu alweer maanden dicht vanwege corona. Om mensen toch wat gezelligheid te brengen, heeft hij een radiokroeg geopend. En die trekt veel virtuele bezoekers. Goedemiddag.
Goedemiddag, daar zijn we weer met een uur of drie lang veel good music voor je. Live vanuit Studio Stap. Goedemiddag allemaal. Fijn dat je incheckt en fijn dat je incheckt. Iedere werkdag draait kroegbaas Richard tegenwoordig plaatjes vanaf zijn zolderstudio. Ik ben horecaondernemer in Rustam momenteel, zo noemen we dat. We zijn radio gaan maken omdat we in de lockdown zitten. Dat doet hij samen met heel wat DJ-vrienden. Dit is Pim, dit is Party Pet, Patrick Gravenmaker, Herman Klumpenaar, Hans Grotes en dat ben ik. Oh, echte vrienden! Wij willen gewoon mensen, zoals we dat in de kroeg doen, vermaken. En daar lijkt behoefte aan. Op social media heeft de radiokroeg al bijna 900 volgers. En dagelijks kijken en luisteren er tientallen mensen. Zoals Francis bijvoorbeeld, die vooral erg blij is met de chatfunctie. Het is vooral het koffiepraatje wat je mist, wat je normaal gesproken op je werk hebt. Als je in het koffiezetapparaat gaat en daar je praatje maakt, dat is nu dan voor mij. Ik draai me om, ik ga naar de chat en ik maak daar mijn koffiepraatje. En ze leert zoveel nieuwe mensen kennen in coronatijd. Sinds Studio Stap hebben we er echt wel een hele vriendengroep bij. Annemiek, Worm, Mark. Radio Stap is nog de hele lockdown te beluisteren. En daarna? Dan gaan we gewoon lekker door in de kroeg. Zo, lieve vrienden, dat was hem weer voor vandaag. En ik wens jou allemaal smakelijk eten. En laten we afspreken. We spreken elkaar morgen weer. Hoi! En dan nog het weer van Weerplaza. Vannacht is het bewolkt met af en toe regen. Er waait een krachtige zuidenwind en het kwik daalt naar 9 graden. Morgenochtend dan valt er nog regen, mogelijk met zware windstoten. Later valt nog een enkele bui met tussendoor zon. De wind neemt geleidelijk af en het wordt 8 graden. En dan nog de vooruitzichten. In de dagen daarna blijft het wisselvallig weer. De temperatuur gaat wel naar beneden, waardoor in het weekend winterse neerslag niet is uitgesloten. En tot zover het Gelders nieuws. Op onze site en in de app leest u het verhaal van een man die voor het stoplicht in Barneveld bestolen werd van zijn auto. Hij moest onder bedreiging van een vuurwapen uitstappen. Het hele verhaal op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.